Why was it necessary for Martin to come to Europe? Yeah. So, what I know is anecdotal. Yeah. I wish we could both ask my father. Yeah. Because it was his decision with people that he trusted that were running the business at that time. Yeah. My thinking is that back then, the product coming out of Asia was at a lower level of quality and price. Yeah. And Martin was up here, and they saw an opportunity in the middle. Yeah. And they saw that the factory had the capacity. Yes. And the factory had the willingness, the interest in partnering with someone like Martin. Yeah. And at the end of 1975, we started making Martin guitars. Wij hadden al diverse types. We already had various types within our own company, but CF Martin enters the picture with the request to make Martin's instruments for them. So not a type or model of Egmont. All these actually had to be made on another line. We were going to make special instruments for CF Martin. How old was that business before we partnered with them? Oh, it started from before the World War II. See, that's the thing. We thought, okay, here's an entity that has a history. Yes. They know what they're doing. Yeah. Yeah. No. Egmont was a family business, founded in 1947 by Gerard Egmont. Father Uylke was already a music teacher before the war. Jouw vader had een muziekwinkel. Ja, mijn grootvader. Je grootvader had een muziekwinkel? Mijn grootvader was gepensioneerd bij de Nederlandse Spoorwegen. En die was violist. Die heeft schare leerlingen om zich heen verzameld. En die is les gaan geven. En uit die lessen kwamen instrumenten. En kwam de handel een beetje op gang. Het gezin verhuist naar Eindhoven, waar een winkel wordt geopend met de naam Muzika. Die is op een gegeven moment zelfs met grote aantallen is hij die violen gaan importeren. En ja, daar kwam steeds meer handel uit. En importeren we vandaan dan? Ja, Tsjechië, Duitsland. Enemy resistance wherever shown is rapidly broken. When the supply of these instruments came to a halt due to the outbreak of the Second World War, Gerard decided to start building guitars himself. Aanvankelijk eenvoudige Hawaii-gitaren, een muziekgenre dat voor de oorlog zeer populair was en in tegenstelling tot entaardete jazzmuziek nog lang werd getolereerd door de Duitse bezetters. Dicht bij Honolulu, waar het woud begint, woont een mooi Hawaii-meisje dat mij mist. Hawaii-gitaren. Kijk, dit is de oudste Hawaii-gitaar. Dat kan je ook aan de kop zien. Deze heeft een lengtevolumeknop. En deze heeft ook een toonregeling erbij. Dus deze is ook nieuwer, moderner. Het genre zou tot het eind van de jaren 50 populair blijven. The RAF Wonderplane, the Mosquito. 60 miles inside the Dutch coast was the largest radio factory in Europe, working for Germany. This is it. The huge Philips radio valve works at Eindhoven. German anti-aircraft gunners are opening fire. The bombers machine gun back at them. Eindhoven was heavily bombed during the war, twice by the British Air Force and the day after the liberation, once more by the Germans. The music store of the Egmont family in the center of the city was badly damaged. There were hundreds of fatalities, but the Egmont family was spared. Soon after the liberation in 1944, he started a factory in the Frankrijkstraat in Eindhoven. His brothers Jaap, Dick and Piet soon joined, and in a short time the Egmont guitar became a well-known brand. The entrance is hard to find nowadays. There used to be a gate leading to the factory, but that passage is now closed and just part of one of the houses. You have to walk around the block, but the barn is still there. Heren,
Goedemiddag. En wij zijn een film aan het maken over de gitarenfabriek Egmond. Die hier heeft gezeten. Ja, klopt je. Deze ingang was er toen helemaal niet. Nee. Want je moest, waar je net bij nummer 19 en tussen 19 en 21 is een poort. En daar reed je hier naar achteren. Was hem. Kunnen we daar nog komen? Ik begon als 14-jarige bij Egmond. I started at Egmond as a 14-year-old. In the Frankrijkstraat, still in my short pants. And the first work I did for a few weeks was pressing guitar tops. A jazz guitar has a certain bulge. I had to place that wooden top in an oven, very precise, and then tighten the press by hand. Then an hourglass was added. The hourglass had to be turned. When the hourglass was empty again, the press had to be opened. And then another top could be inserted in the oven. What kind of material was used? Plywood. Yes, it was all plywood. Met mijn Egmond gitaartje, met elementje. Deze gitaar, ja, deze Egmond. Dat is mijn echte eerste gitaar. Toen was ik 8 jaar. Pardon? 8 jaar. 8 jaar? Ja, 8 jaar. En toen kreeg je deze gitaar? Kreeg deze gitaar. Van je ouders? Nee, in Krantenwijk. Nooit weggedaan, nooit ingerolen. Iedereen wilde bandjes oprichten, maar dat was toen de tijd van Bill Haley. Dus ja, dan had je nog geen Fenders. Dan nam je de radio mee van thuis en die kon je gewoon meespelen. Bij welke winkel heb je gekocht? Bij Hees in Veenendaal. En wat moest je ervoor betalen? Wat heb je? 25 euro. 25? Nee, 25 gulden. 25 gulden! In een klein zaaltje in Den Haag klinkt gezang of wat daarvoor door moet gaan. Men is op zoek naar de Nederlandse Elvis Presley. Money, honey. 1958, the Netherlands, city of the Hague, Beat City. These guys are not only my generation, they are also my fellow citizens. Chances are quite high that quite a few of these young artists played on an Egmond guitar. Then in the Netherlands, the best-selling guitar brand. Cheap guitars, okay. Maybe not the best guitars, okay. But they were reachable for a young man like me. And if necessary, you could buy such a guitar on credit. In any case, we couldn't afford a quality guitar like a Gibson or a Fender. And we had never heard of a thing such as a Martin guitar. Dit was mijn eerste band, Johnny and the Vikings. Kijk, allemaal Egmond. Allemaal Egmond. Zie je? Egmond, ja. Egmond, Egmond. Ja zeg. Dat was vroeger, was dat de gitaar eigenlijk voor alle gitaristen. Want we konden geen Fender betalen. Die was veel te duur. Ja. En deze die lag iets in prijsklasse goedkoop. Rond de 350 of 375 gulden kostte die. Ja. En de Fender kostte toen 12 of 1300 gulden met hoes, met koffer. Ja. Maar ja, er waren 3 maatsalarissen voor mensen. Ja. De bandjes groeiden als kool uit de grond. Iedereen wou een gitaar hebben, al was het maar een plank. Ja. Dus geen akoestische gitaar, maar een plank met elektra erop. And in a short time the Egmond guitar became a well-known brand. Not only in the Netherlands, but especially in England, where their guitars were sold by great numbers under the name Rossetti. That is how the first guitars of George Harrison, Brian May and Rory Gallagher came from the Netherlands. Eventually got a solid 7 Rossetti guitar, which was, I think they were made in Italy. And it was quite good. It was a very distorted guitar. Pour cette vidéo, je vais vous présenter la Egmond Solid 7. Donc, c'est une guitare hollandaise, quoi.
et c'était une des premières guitares de Paul McCartney. Et toute l'électronique, c'est une guitare super pour le garage et pour les sons bien crades. Toen in 1960 de Beatles voor hun eerste tour naar Duitsland zouden vertrekken, kocht Paul McCartney bij Hessie's Music Store in Liverpool nog gauw een Rosetti Solid 7. Zijn eerste echte elektrische gitaar, model 1959, en dus nog net gemaakt in de Frankrijkstraat in Eindhoven. Wat werd er gemiddeld gemaakt voor gitaar in de Frankrijkstraat? Wat waren dat voor gitaren? Dat waren Toledo's of de 105-0's, zoals ze ook wel genoemd werden. En ook dus de jazzgitaren, de goedkope jazzgitaren. Maar ook wel wat elektrische gitaren. Hè? Die hadden we gemaakt. De D-Dick thuis, de spoelen maken, hè, voor de elementen. En die werden ook daar dus inderdaad vervaardigd. Maar dat waren maar kleinere aantallen. Ja. De grote aantallen was inderdaad dus de Toledo-modellen. En de aanpassingen die later kwamen van allerlei uitvoeringen op dit model. Ik denk dat deze in de tijd dat ze uitgebracht zijn wel echt een dure gitaar was, hoor. Ja. De betere en duurdere gitaren, zoals de Egmont ES, werden vaak verkocht onder de namen Wilson, Miller en Caledonia. Een ES-type. Ja, wat Gibson... Electro Spanish noemde, hè? Dat maakte een wat plattere gitaar, toch okay. Met een akoestische kast, een hoekkast. Ja. En dan werden er nog elementen opgezet. De muzikaal zeg maar in de jaren 1859 is dat geweest, afgebrand is. Toen zijn wij dus tijdelijk verhuisd naar Aalst-Waalre. Op twee verschillende locaties. Eén locatie was waar de spuiterij was, de montage was en de expeditie. En een andere locatie was een machinale houtbewerking. En daar heb ik ook nog enkele jaren gewerkt, totdat de zaak ook daar afbrandde. Toen hebben ze het best gevonden als locatie en daar is het meteen heel grootschalig opgezet. Een bepaald netwerk, 150 mensen. In 1960, the company moved from Eindhoven to a brand new modern factory in the nearby town of Best, where it grew into one of the largest manufacturers in the world. She was stretched out on a long white table. Want u bent van... Ik ben Gestel. Ik ken ook mensen die daar gewerkt hebben en die leven nog. Ja. En die komen ook regelmatig hier. Ja. Nee, hier maak je de beste gitaar die er ooit gemaakt is. Nog heel veel. Hoor. Een Egmont. Museumstuk, verzamelobject. Nou ja, uiteindelijk wil ik er toch even op spelen. Volgens de laatste statistische gegevens zijn er in ons land ongeveer 400.000 gitaren. Dat wil zeggen dat op iedere 30 landgenoten er één zo'n instrument bezit en, naar men mag aannemen, bespeelt. De populariteit van de gitaar groeit nog steeds, mede door de niet aflatende werfkracht van de beatmuziek. In het Brabantse Best staat een sterk gemechaniseerde fabriek die er ongeveer 4000 per week produceert, oftewel 200.000 per jaar. Die vier broers waren een bijzondere samenstelling. Mijn vader was echt de ontwerper. Dick, zijn oudere broer, was echt technisch heel erg goed, een soort Willy Wortel. Die heeft de eerste machine samengesteld van bromfietsonderdelen, volgens mij. Gerard was de captain of industry. Nee, dat was echt, die had ook die uitstraling echt van een grote sigaar.
echt accountant. Daar was hij ook van beroep. Dus dat vulde elkaar heel mooi aan. Ja. Maar wat ik me kan herinneren, als ik terugga in die tijd, ja, dan zie ik de hal waarin het wapen op de grond van Egmond. Ja. Ja, daar staat er nog wat van bij. Ik kwam er heel soms wel eens. Ik deed er vakantiewerk. En met name de lucht van de cellulozelak. Want er werd vrolijk gespoten voor. Ja, er zaten al wel maskers op, geloof ik. Maar, En mijn vader, dat was de jongste van de vier jongens. Jouw vader was? Ja, ja. En die was elektrotechnisch ingenieur. En die heeft daar vorm aan gegeven aan het instrument. Natuurlijk wel eens met een oogje naar de Fender en de Gibsons van die tijd al gekeken. Hè, waar ja, de gevestigde namen zich op begonnen te roeren, zeg maar. Iedere dag kwam dus Van Gent los om dus zendingen op te halen, zowel voor binnenland als voor buitenland, grotere partijen. Vaak gebeurde het dat dus de zending te laat uit de montage vandaan kwam, waardoor we snel moesten inpakken en zelf naar Rotterdam gingen brengen, naar de haven. De volks waren volgeladen met dozen, met gitaren en dan gingen ze naar de haven toe. En dat gebeurde zo eens per 14 dagen zeker, dat wij dus een zending snel naar de haven moesten brengen, omdat het te kort was voor via Van Gent los te laten versturen. In die tijd was het voor mij natuurlijk wat moeilijk om te weten waar ze dan precies naartoe gingen, maar het was toen al veel export. Maar de meeste die zo ingepakt werden in die kisten met dat oliepapier, die gingen allemaal dus over zee. Want anders had je dat oliepapier niet nodig, dus die gingen dus werkelijk met een schip naar, zeg, Amerika. We hebben ook een tijd gehad dat ze naar Nigeria gingen. Ook in die tijd dat in Biafra zo gevochten werd. Dat wij ons afvroegen, hoe is het mogelijk? Wat doen ze dan met gitaren? Gebruiken ze die in plaats van een geweer? Slaan ze daar de koppen met elkaar mee in of zo? Maar, dus er gingen veel overzees export. Dus. Yeah. Ja. De fabriek in West behoort tot de belangrijkste producenten van de wereld en heeft zich in 20 naoorlogse jaren een grote faam verworven. Everybody's working for the man again. Everybody's working for the man. Hoe oud was je toen je dan bij die Egmond fabriek kwam werken? 15 jaar. Mijn vader had me bij de ambachtsschool af. Dus van de ambachtsschool, ik moest bij Van Egmond gewerkt. Want mijn broer had ook gewerkt. En hij vond dat ik ook maar naartoe moest gaan werken. Toen was ik 15 jaar. En had je wel eens een gitaar in je handen gehad? Nee, nog nooit. Ondertussen komen ook mijn andere broer te werken. Dat is Harry. Nee. Heb je nog een broer? Willy. Nee joh. Ja, die komt ook te werken. Ja. En op een gegeven moment komt er ook nog te werken een zusje van mij, Willemien. Hoeveel broers en zusjes hadden jullie wij eigenlijk? Wij komen uit een gezin van 17 kinderen. Hoeveel? 17. 17? Ja. Hier ben ik aan het werk, aan het spuiten, aan de lopende band. Die pak ik één voor één, ga ik spuiten en ook weer 5 rijen de andere kant uit. De laatste werkfase komt met het opspannen van de snaren. En daarna wordt tot slot elke gitaar voor verzending nog technisch en esthetisch gecontroleerd. Hans, we hebben het over welk jaar? Als jij begint, dan is het? 67. Toen was ik 17. Ik stond in de montageafdeling. Productiewerkzaamheden verrichten. Ja. Snaren opzetten. Mechaniek opzetten. Eerst aan de lopende band en naar de hand in de elektrische lijn. Elektrische gitaren maken, dat was niet. Er was geen lopende bandwerk, dat was gewoon echt. De hand. Met de hand maken. Ja. Daar die kwamen dan 600-700 per dag kwamen die eruit. Toledootjes, studentjes. Ja. Ja. Beginnersgitaartjes. Ja, dat was gewoon eigenlijk een vreemd sigaartje. Ja. Meer was het niet. Toen was het natuurlijk je van het. Je wist niet beter. Je wist niet beter, hè? En de vingers die deden van alle kanten zeer, want er sneeuw gewoon hierin, hè? Ja. Hoe komt dat dan? Omdat die snaren en die hals, ja. Die hals is heel dik, ja. En de snaren liggen er vrij hoog op. Ja. En ja, daar konden we eigenlijk verder niks aan doen, er waren geen mensen kon die... Kon je dat niet bijstellen? Daar konden we bijstellen, maar ja, dat moest zo gebeuren, want dan kwam je weer op de fretten terecht. Dus dan moest door iemand gedaan worden die er echt verstand van had. Nou, die waren het toen nog niet, dus nee. Je deed het zelf maar wat. Hè? Nee, het hout ging meestal krimpen en de fretjes bleven staan. Dus die staken op een gegeven moment uit. Ja. Dus dan ging je, als je er overheen schoof, dan voelde je dus die frets helemaal zo
door je vingers heen gaan. Dan komt het hout, dat was misschien iets van minder kwaliteit of dat was nog te nieuw. Yeah. En dan ging die fretjes, ja, die waren op bepaalde, die gingen niet mee. Die bleven staan en dan werd daar dus, stak daar dus uit op een gegeven moment. Kijk, die gaat op een gegeven moment, dit is dus een oud ding, dat is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met toen. Maar hier werd in het begin, toen die pas uitkwam, ook altijd een pijlenkoker bijgeleverd. Pardon? Dus een koker met pijlen, dan kon je die gewoon zo afschieten. Oh. Omdat die snaren dus zo hoog lagen. Ja, dat is een anekdote, die heb ik zo mezelf bedacht. Maar dat was de reden ook waarom dat Jansen mij vroeg om bij Egmond te komen werken. Want er moest nogal het een en ander gebeuren. In 1969 ben ik bij Egmond gekomen. In die periode ervoor maakten ze wel gitaren en in diverse soorten. Maar dat waren instrumenten die gewoon rammelden van alle kanten. Ja. Nou, en ik had de opdracht gekregen om die producten beter te maken. Uit die periode en uit het overleg wat er bij Egmond kwam, zeg maar, hebben we toen heel veel vernieuwingen bij de instrumenten gedaan. Ja. Als je de hele range van Egmond kent, dan was dat heel hoog, zowel de elektrische als de akoestische instrumenten. Die was groot, alleen die was, wordt zo groot dat ze dat niet meer konden behappen. Ze hadden wel een eigen folder. Ja. He, die hebben ze wel elk jaar, naar aanleiding van dat wij de richting van de Frankfurter Messe gingen, maakten ze wel een folder. Ja. En dat werd elke keer vernieuwd. Eigenlijk hadden we in die periode, in die voorperiode die ik meegemaakt heb, hadden ze te weinig gedaan aan, zeg maar, aan een acquisitie. Waarom maakte Egmond zo vreselijk veel verschillende modellen? Waarom niet één goede? Ja, dat heeft iedereen zich altijd afgevraagd. Maar ze wilden natuurlijk meespelen met de markt. Hè. Ze gingen op een gegeven moment gingen ze goedkope gitaren maken. Voor een markt heel ver weg. Afrika. De negertjes die liepen met Egmond gitaar om hun nek. Ja, daar kan je natuurlijk niet een Caledonia of noem maar op een... Dus de betere gitaren, die later eigenlijk, want in het begin was het ook niet zo goed. Later werden er wat betere gitaren gemaakt. En die kwamen op een gegeven moment terecht bij meer bekendere muzikanten. Hè, zoals Trini Lopez en dat soort, Roy Orbison, weet ik wat allemaal, dat soort mensen. Speelde Trini Lopez op een Egmond? Ja, ja. En op een gegeven moment, ja, die kregen ze natuurlijk voor niks, hè, want dat was allemaal reclame, zeg maar. Dirk of Gerard of meneer Gerard of meneer Dirk, meneer Jaap, Joep. Die komen af en toe een kijkje nemen in het bedrijf. En ze komen weer kijken als er een nieuwe gitaar ontwikkeld is of in de omloop is. En dan op een gegeven moment komen die dan gewoon voorrijden. In mooie auto's, in dure Amerikanen. In een Pontiac. En wat was die andere? Een Mercury. Mercury was dat. Jansen. Komt ook met een hele mooie grote Amerikaan auto voorrijden met een Buick, een Amerikaan. Dus, en die kost geen 25 gulden, wow. Dus daar kan het bedrijf dan toch niet voor werken, hè? Alleen maar voor die auto's bij wijze van spreken. Nou, 90% van de productie ging naar Amerika. Er zat een hele grote afnemer, die heette Affelboom. En die nam er 90% van af. En die handelde dus, die was feitelijk importeur van die gitaren in Amerika. En die handelde dus die zaken af. Maar ja, waarbij het volgens mij een paar keer ook een beetje mis is gegaan. Omdat de zaken niet goed op papier waren gezet. Ja, dat de orders werden gecanceld en dat de fabriek met de voorraad bleef zitten. En mijn oom Gerard was iemand die, het was een vreselijk aardige man, maar ook, ja... Niet zakelijk in de zin, hij ging ook groot deel af op vertrouwen met zijn relaties. Dus het is wel eens gebeurd dat zijn hele partij gitaren met de Amerikaanse vlag bespoten. Vreselijk.
hadden gemaakt. En toen hebben ze gewoon het contract gecanceld. Of er was eigenlijk niet eens een contract, dus ze bleven met die dingen zitten. Toen kwamen ook de Aziaten, de Japanners kwamen dus. Toen al? Ja, die kwamen ook eind van de jaren in beeld. Die begonnen dus zeg maar de zaak te kopiëren, zoals de Japanners allemaal begonnen zijn met hun diverse producten. En dat hield in dat Egmond voor de prijs waar de Japanners het voor verkochten niet eens geen materiaal kon kopen, laat staan een gitaar bouwen. Meneer Afgeboom zegt op een gegeven moment, jullie kunnen qua prijs tegenover de Japanners niet meer meekomen, dus ik ga mijn productie inkoop zetten in Japan. Met het gevolg dat wij inderdaad dus geen gitaren, althans zeer veel minder, naar Amerika exporteerden. Around 1970, the company ran into serious problems. The competition with guitar manufacturers in Japan and later Korea was no longer tenable. Bepaalde reden of de prijs moest ineens lager worden, ik weet het niet precies, zijn de orders gecanceld. En toen is het eigenlijk vrij snel in een stroomversnelling gekomen, een negatieve spiraal. En toen is er nog een bepaald moment is de bank er, iemand van de bank erin gezet, die ja, wat wij weten, niet al te eerlijk spelletje heeft gespeeld, die het bedrijf eigenlijk zelf wilde hebben. En een aantal orders, zo gaat het dan in de familie rond, een aantal zaken expres schipbreuk heeft laten leiden, waardoor het inderdaad op een bepaald moment terug. Ze haalden het gewoon niet meer toen. Ja. Dat is wat ik gehoord heb. The company went bankrupt. The staff let off and the involvement of the Eggman brothers came to an end. Dat was verschrikkelijk, want oma Gerard heb ik weinig contact met mee gehad. Die is ook, dacht ik, relatief jong overleden. Maar oma Dick, die zat gewoon thuis in een huisje en die moest in het schuurtje. Heeft hij gewoon, hij was vreselijk handig, heeft hij van die prachtige inlegwerkjes gemaakt voor de rand van voor de, rond de gitaar. Het gat in een akoestisch gitaar. Dan plakte hij al die gekleurde dingetjes op elkaar, een prachtig mozaïek. En in hele dunne schijfjes werd dat gesneden. En dat verkocht hij dan aan andere gitarenfabrieken. Al diverse mensen ontslagen werden. En waarom? Dat heeft eigenlijk te maken met dat ze niet op tijd met de vernieuwing deden. Ja. Het product, nogmaals, het product was op dat moment niet. Ja, de kwaliteit die had hij niet wat de wereld wilde zeggen. However, the company was able to make a new start with a subsidy from the Dutch government. Ja, dat ging gewoon niet meer. Nee. Dus toen is men alternatieven gaan zoeken. Toen heeft men steun aangevraagd bij economische zaken. It came into the hands of the international company Tolchin, which set up a department in Best in the early 1970s under the name Tolchin Europe. Volgens mij hebben ze de aandelen verkocht aan Martin Tolchin in begin jaren 70. Martin Tolchin was ook een Amerikaanse importeur, laat ik het zo even zeggen, die ook over de hele wereld zijn investeringen heeft gedaan. En die heeft volgens mij toen dus de aandelenmeerderheid overgenomen. Ik denk dat Dick misschien nog een pad heeft gehouden. Die is toen nog een jaar of wat is hij nog aangebleven en die is toen ook weggegaan. Het bedrijf was van Tolchin, maar... Ja, maar het ging nog steeds niet goed, hè? Nee. Nou, doe ik wel. Maarten in het vizier. Amerikaan. Echt een legendarische peperdure gitaar. En dan gingen we dan onder recensie van Maarten gingen wij de Vegas maken. De Maartenfabriek maakte dus Sigma gitaren in Japan. Zochten dus nog een tweede lijn daarbij. En toen hebben wij inderdaad dus een Maarten gitaar onder de naam Vega. Did you own the Dutch company? No, it was a cooperation. The cooperation. Yeah, we didn't. We just supplied orders. Yes. And gave them specifications. Yes. Er kwam ook een controleur vanuit de Maarten fabrieken die bij ons zeg maar dus kwam de eindcontrole kwam doen. En op een gegeven moment toen was er sprake van dat de Egmond fabrieken zouden dan voor de CF Martin Organization zouden ze een zestal Vega modellen gaan bouwen van echt hout van een goede kwaliteit. En uiteindelijk ben ik daar geweest om te solliciteren bij de
de manager, personeelsmanager van CF Martin, Frank Woodrow geheten. En uiteindelijk na een week hoorde ik dat ik was uitverkozen omdat ik eigenlijk, zeg, laten we maar zeggen, niet zo'n echte verdwaasde muzikant was, maar ook nog wel zakelijk overkwam. En dat is begonnen in de zomer van 1976. En toen ben ik als eerste naar Amerika gegaan, naar Nazareth, Pennsylvania, waar de fabrieken zitten. En dan heb ik een opleiding genoten van bijna 4 maanden. En na de opleiding kwam ik terug in Nederland en toen ging ik naar Best toe, waar de fabricage van de gitaren eigenlijk begon. Dus wat ik al zei, 6 modellen van Vega. Vega is van origine een heel bekend duur banjo-merk, dat had Martin ooit gekocht. En onder die naam gingen ze nog een tweede lijn bouwen. Ze hadden al een lijn uit het Verre Oosten, die heette Sigma Gitaren, ook erg bekend. En dat begon zo en dat ging natuurlijk helaas niet zonder slag of stoot. It got off to a slow start because we were rushing, and we were rushing to get prototypes made. Yeah. And the communications were difficult. It was, you know, across the water. Yeah. And so the prototypes had work to do, but we took them to a trade show anyway. Yeah. And it wasn't structural issues, although there turned out to be structural issues later. Yeah. These were and the customers were confused. Yeah. Because we were rushing, because we were in a hurry. Yeah. And because you needed the numbers of guitars. Right. And my dad wanted to keep growing. Yeah. Got to keep growing. We were going to go public. Yeah. Martin Guitar Company. So when you're going public, you got to grow. Okay. Got to go. And then I will say honestly, there was some concern about the way that the neck attached to the body later. Yeah. And that was the hak. Dus de hak die was, ja, die tekende af nadat hij gespoten was. Tekende de hak af. En dat was gewoon een zwakke plek. Verkeerde lijnverbindingen werd er gemaakt. En die sprong ooit spontaan een stuk. Als je er een klap tegen zocht tegenaan gaf, dan klapte die gewoon af, die hak. Dat had eigenlijk een één gedeelte, één geheel moeten zijn. Dan was dat probleem opgelost. That in the field we were getting some failure. Yeah. They were called hand grenades. Okay. By some dealers. Okay. Yeah, and I don't know why. I can't tell you why it happened, because the company had a reputation. They've been around. Bijzonder goede kwaliteit verder. Geweldig geluid zat erin. Prima. Alleen sommige mankementen kregen er niet uit. Kreeg je wel uit, maar dat was heel kostbaar. De hals kan met één stuk gemaakt worden. Met de hak. Maar dan werd er veel afval. Afval was zo groot. Ja, natuurlijk. Ik zie die vorm voor me en dan moet je echt een centimeter of 6-7 extra. Was afval. Uit dat harde palissander. Of mahonie. Mahonie. Vaak mahoniehout en halzen. Want de echte goede gitaren die werden gemaakt uit één stuk. De hals en de hak uit één stuk. Niks, geen lijmverbinding. Alleen de zware staafverbinding op de kast. Vaak. En dat waren de goede gitaren. Die hadden dat probleem niet. Yeah. And then they ran into financial trouble, is my understanding. Egmont. During that time. Egmont. Yeah. You think? I think there was some issue of cash flow and things like that, because our relationship wasn't working. No. And they were relying on it. No. And then we had to start to back off, particularly when we saw some of the quality issues. And I think that wasn't good for them. No. That's really all I know. Yeah, my dad could tell you a lot more. Okay. Well, it ging om kwaliteit. En daar hadden ze toch wel, zeg ik heel voorzichtig, wat moeite mee bij Egmont. Want het was een klein productieteam en zo gauw als er iemand ziek werd, en laat ik maar een voorbeeld geven, als iemand dan die gewend was om in de toetsenborden fretten in te slaan met de speciale machine, als die ziek werd, dan ging een ander dat doen. Maar die had daar niet zoveel kaas van gegeten en dan ging het niet oké. Okay. Die keurde bijna alles af, vooral allemaal scratches. Scratches. Wat voor dingen? Hij zei altijd scratches. Scratches. Scratches, crashes. Dus beschadiging. Voordat die gitaar de Alpha predicaat kreeg, want dat is de Alpha en de Vega toch, hè? Die twee, hè? Ja, Alpha en Vega. Hoeveel gitaren moesten jullie produceren? Maar er zijn er een aantal duizenden geweest. Maar ik moet ook vertellen dat ik stond als laatste, als quality control representative, stond ik aan de eind van de productielijn.
achter Wim Vole, die voor Egmond werkte. En dat was natuurlijk af en toe wel een strijd tussen haakjes. Ik kon goed opschieten met Wim, hoor. Maar veel gitaren, die haalden het predicaat niet. Dat heeft toen Egmond op een gegeven moment op de markt gebracht onder een andere naam. En dat is Alpha. Alpha. Hadden ze gewoon over de naam die in de headstock zat verwerkt, hadden ze er een decal van kunststof heen geplakt. En daar stond Alpha op. En die werd ook aan de man gebracht. Hey everybody, this is Tony at Luthier's Workshop. Today we're going to be demonstrating one of our featured guitars. En dat heeft dus eigenlijk bij elkaar heeft dat geduurd tot zo'n beetje eind 1977. Dus dat is ongeveer anderhalf jaar. En waarom is dat gestopt? Dat zal ik vertellen. Er brak toen bij Martin in Amerika een staking uit. En als de mensen daar staken en de vakbonden zijn daarbij betrokken, nou dan berg je dan maar, want dan kun je niet werken al wil je. En Martin is toen bijna failliet gegaan. En toen werd mij vriendelijk verzocht om thuis te blijven, door Martin, wel doorbetaling van salaris. En uiteindelijk was dat het einde van het hele verhaal in de voormalige Egmond gitaarfabrieken. Helaas, korte duur. Toen kwam er oneenigheid in de Martin, bij de Martin-fabrieken. En daar zat de ondernemersraad, is heel erg sterk in Amerika. Die hebben gezegd, oké, wij moeten de productie hier gaan verminderen, maar dat houdt in. Stop, laat eerst de fabriek van best maar eens even stil liggen. Dan kunnen wij die productie hier voort gaan zetten. Hoeven onze mensen niet ontslagen te worden. Met het gevolg dat wij geen afzet meer hadden. Want we hadden ons blind gestaard op één afnemer. Alle instrumenten gingen daarheen. Naar de Martin. En de containers stonden dus langs de straat gevuld. Maar er was geen geld dat er binnenkwam. En toen heeft men uiteindelijk de stekker eruit moeten trekken. Ondanks dat men dus destijds van economische zaken dus ondersteuning had gehad en zo, heeft de zaak toch niet kunnen redden. Dat was de dure lijn, de Martinlijn. Dat was de Martinlijn, de dure lijn. Ja, maar dat was de goedkope lijn, die heeft altijd bestaan. Dat klopt inderdaad, maar ook daar gingen de aantallen vanwege de concurrentie uit Japan en later uit Korea ook. Hè, wat overgenomen werd, Japan werd te duur weer, ging men naar Korea. Ja. De eerste containers die daar vandaan kwamen, hè, niet via ons natuurlijk, maar die in Rotterdam aankwamen, daar wist men van vooraf. 40-50% is goed en de rest kan maar verschotten. Is rommel wat gestuurd wordt. Maar zo heeft men dat ook geleerd en geaccepteerd. De prijs was toch dusdanig dat wij dus de prijs tegen niet meer mee konden komen. Nee. Dus we zijn helemaal in dat genre afgezakt. 1977. En toen is in november 1977 bij mijn weten het faillissement uitgesproken. Somewhere I heard this story that the people that worked in Nazareth were not at all glad with this European coming of guitars from Sweden by Levin. You know? And so they went on strike. That's what... Well, I was in college. Yeah. I think the timing of the strike was really our internal management issue in Nazareth. It may be that they were concerned about Levin. And Levin, my understanding of Levin was the partnership was created because that Levin already had a field sales force in Europe. Yeah. That we didn't have to come and hire salesmen. We could buy a company. Here's Levin and here's Martin. They would complement each other. Yeah. And that the sales force would go and we would teach them, hey, you know how to sell solid wood guitars. Yeah. We just want you to sell the Martin. We wanted them to sell both. Yeah. That didn't work out very well either. No. And I also have the feeling that when the Levin sold, they sold. And so we then had to end up managing the business that we really didn't want to manage. No. But we did, however, we did make some D18s in the Levin factory.
Yeah. And they are out there. It says made in Sweden, but it says Martin D18. So yeah. It was probably around the time of the strike. Yeah. As a, if we need to go somewhere else, can we? Yeah. And they were good guitars, but yeah. We never pursued that. But those Martin 11 D18s, they're yeah. Nice guitars. There's yeah. Not many of them, but they're still out there. It's hard to find a Vega guitar. Yeah, Vegas, they fell apart, most yeah. of them. Yeah. So those are going to be hard to find. But the 11 yeah. Martin D18s, we didn't make many, but they're holding up. Well, here at Larry's Guitar Shop, we like old vintage guitars, and here's a lineup of them right here. These are all beauties, and you should come down and check some of them out. Here's one here that's got an interesting story that we can tell you all about. Well, this is a Vega guitar. You don't see many of these around. It's a real beauty of a specimen here. Now, a little history about Vega guitars. In 1970, the Martin Guitar Company bought the Vega Banjo Company, and they brought all their banjos over to their home area in Pennsylvania, and they sent all the guitars over to a factory that they also purchased that year over in the Sweden area. I think that we're making Goya guitars probably. And so therefore what we have here is a Vega guitar manufactured by the Martin Company in the Netherlands. So that can be kind of perplexing, but that is what's happened here. So a Martin made in the Netherlands. And has a lot of character and tone. Vega. I will say on our behalf, because like I said, we were in a hurry, we yes. didn't allow them the time to learn. If we had said we're going to do this slowly, yes. it might have ended differently. Yeah. But we were in a hurry, so they ended up being in a hurry, and then sometimes when you hurry, things don't work out too well. Yes. Now, yeah. for example, in our factory in Mexico, yeah. we started there making strings. Then yeah. we made the backpacker. Yes. Then we made the high-pressure laminate guitars. Then we made wooden guitars where we rubbed the finish on. We've been there 27 years. Yes. It's only recently that yeah. we are making solid wood guitars with a sprayed finish. We taught them step by step. But we didn't go from nothing to something. Yeah. We yeah. walked them up. Nobody ever sets out to make a bad guitar. No. But sometimes it happens. Yes. It's never the plan, though. No. En toen ben ik de bouw ingegaan. Toen ben ik naar school gegaan, 4 jaar vertimmeren gaan leren. Torenschot, en ik ben altijd in de bouw gebleven. Ik vind het alleen maar jammer dat het bedrijf failliet is. Ja. En dat het niet meer bestaat. Want we hadden er toch een leuke ervaring mee. En we hebben er al met plezier gewerkt. En daar denk ik nog vaak aan terug. En ook mijn oudere collega's, die houden nu op de hoogte. Van misschien geen leuke berichten, die is overleden en zo. Maar het doet er toch nog altijd wat. Hè? En als je toch naar de televisie kijkt of wat dan ook, je ziet gitaren. En je tast toch het beeld af van, zie ik een Egmond gitaar? Want ja. dat heb je zelf gemaakt. En daar ben je mee bezig geweest. Nou, en dat is hartstikke leuk. Wat zeg jij? Jij mooi. Vind ik ook. Oh. Very much.